Ik heb echt een nieuwe headset nodig. De 360 graden leven lange headset, het is gewoon gone. Het doet het gewoon niet meer. Ik wil gewoon nu een nieuwe headset. Ik moet gewoon een nieuwe headset hebben nu. Ook naar de bel? Dit check! Pakket je leven lang aan, ja, dat ben ik. Fijne dag nog. Yo, thanks, werk ze nog, hè? Holy damn, nieuwe headset! Headset review, let's fucking go! Die hebben we dan, dames en heren. Oh, ik heb hem gekocht bij bol.com en ik heb lekker mijn adres voor jullie verborgen. Want ik weet jullie graag langs willen komen, maar we doen het toch even een andere keer. Hey. In ieder geval, we gaan hem openmaken. Gekocht op bol.com. Oh, hier. Dit is een betere POV. Oh yeah, dames en heren. Oh yeah. Ik moet zeggen, heerlijk geopend hoor. Kijk eens. Hatsaflaat. Fuck die andere doos. Even een thumbnailtje maken, denk ik hoor. Wacht even. Even deze aan de kant. Even een thumbnailtje maken. Ja, dat was weer de thumbnail. Geen idee of die beeld erin laat, maar dat is een beetje cringe. In ieder geval hebben we de box Logitech G733. Als je afvraagt, Davy, hoe ben je in godsnaam deze headset gekomen? Ik had een bol.com bon van 100 euro en deze was 120. En dan zou het dus betekenen dat ik voor deze headset maar 20 euro zou moeten betalen. Omdat ik die bol.com bon moest stellen. Dus zo ben ik erop gekomen en ik heb gewoon een beetje gekeken op de bol.com site. Komt dit eruit? Want ik wil namelijk draadloos. En ja, ik had hiervoor trouwens deze. Wat jullie al in het begin van de video zagen. Maar die is een beetje, ja, hoe zeg ik? Ik heb hem al 3 jaar en hij is een beetje kapot. Dus ja, er komt nog meer info over die headset aan het einde van de video. We zijn nu gekozen voor de Logitech G107. Wow, even rustig aan doen. De Logitech G733. Let's go, we gaan hem nu meteen uitpakken. Te veel geluld, het spijt me. Misschien had ik een schaar moeten pakken. Wacht, ik ga wel. Alright, let's go, we gaan openen. Oh yeah. Ik zie hier al... Dat is nog iets bij? Hoe laat ik dit ding trouwens op? Ik heb geen idee. We komen er zo meteen achter. Even kijken. Eigenlijk moet het niet spelen. We gaan er gewoon eruit halen. Fuck die plaatjes. Oh yeah. Als je trouwens afvraagt, Levi, waarom de fuck hebben we dit gekozen? Fuck it. Ik had geen zin in blauw of zwart of groen. Want dat heb ik allemaal gehad. Ik dacht, fuck it. Ik ga gewoon een keer voor Tally Wit. Waarschijnlijk wordt het wel heel snel vies. Maar maakt niet uit. Ik ben ook een vies mannetje. Oh yeah. Oh, is dat ook mooi bij? Even mooi doen. Even. Key playing. Je weet toch? Jongens. Oeh. Kijk eens. Hatsa. Dit hoort erbij. Er is gekke shit bij. Ah ja, maar die hier draait even om. We gaan hem even smooth eruit pakken. Zit er nog iets achter? De Color Collection. Ja, dat moet ik maar ook niet. Hatsa. Een heerlijke headsetje. Plus hier allemaal de key playing bij. Dus ja, we laten beginnen met de headset openen. En ook gelijk opdoen. Ik had al een beetje een paar reviews gezien. Maar ik dacht uiteindelijk ook gewoon van fuck it, ik ga hem gewoon halen. Ik maak zelf een review, want dan ben ik meteen de eerste in Nederland. Haha, alright, let's go. Oh shit. Hij is roze. Ah, fuck it, ik ben ook een meisje, dus boeien. Jongens, roze mag, uit. Oké, we gaan hem gelijk even opdoen, kijken of hij lekker past. Petje gaat af voor jullie, want ik heb expres het petje opgedaan juist. Oh yeah, ik moet zeggen. Oh, lekker draadloos, man. Ik heb er zin in. Ik hou me even op als jullie het niet erg vinden. En dan doen we even dikke vette dit eruit halen. Oeh, zulke stylish wit USB-poortje. Je ziet het niet, maakt niet uit. We gaan hem even goed eruit pakken. Oh, is dat een pen? Oh, dat is een microfoon. Oh shit, ook een microfoontje erbij. Lijp. Niet dat ik die ooit ga gebruiken. Want voor jullie ga ik natuurlijk wel even showen. Want ik heb natuurlijk deze mooie rode microfoon. Maar misschien als ik ooit nog eens ga gamen, dat ik dan deze headset. Maar we gaan even kijken. Oké. We kunnen hem gelijk even connecten. Ik doe wel even dit ding af. Oeh, maar het zit wel lekker hoor. Het zit wel chatje hoor. Hier, kijk. Het leuke is ook in dit headset. Maar je ziet, deze kant staat L. En deze kant staat rechts. Weet je, het is gewoon links-rechts. Maar je kan hem niet verkeerd opdoen. Weet je kan hem niet verkeerd opdoen. Tenzij je niet weet dat links en rechts zit. Dan ben je gewoon anders dan andere mensen. Maar in ieder geval, dit is hem dus. Het gaatje waar. Dit is het gaatje waar ik moet doen aan de. Aan je linkeroor zit dus een gaatje. Linkeroor, dames en heren. Kun je gewoon erin. Bam. En dan hebben we een dikke, vette, smooth. Oh joh. Oh, ik kan links, rechts. Oeh. Kan dus helaas niet erin doen van mij. Het enige kutte met deze headset is dus wel. Nou, het kutte. Je kan dit erop of afhalen. Ik hou dit denk ik gewoon even eraf, want anders vind ik het een beetje hinderlijk. Maar ik had wel met de vorige headset, de Logitech. Geen idee dat het is. Logitech nog wat. Kon zeg maar dit microfoontje. Kon zeg maar omhoog en omlaag. Dat heeft deze headset dus weer niet. Dus denk daarbij na als je hem gaat kopen. Dus als jij niet zo'n microfoon hebt,
Ja, dan vind je dat deze dan goede toe is. Maar ja, weet je, misschien vind je het wel helemaal niet. Misschien boeit je ook helemaal niet of die eruit hangt of niet. Ik vind het gewoon irritant dat ik links in mijn ogen ook gewoon dit zie. In ieder geval, we pluggen hem even eruit. Want ik ga het sowieso nooit gebruiken. Even kijken, we hebben nu de USB-poort. Die moet dus als goed is in de PC. En hoe ik mijn headset oplaad, gok ik dat het hiermee is. Kan opladen, doe ik even mijn headset af. En dan zit er ergens een gaatje. Wat ik nu zelf ga onderzoeken. Dit dingetje, heb je maar aan de kabeltje heb je één kant USB en aan de andere kant een ander gaatje. En je moet gewoon altijd vanuit gaan dat de USB-poort gaat lekker in jouw PC. En een ander gaatje, dit, gaat lekker in jouw headsetje. En ik denk, ja hoor, hij moet hier zo onderin. Laten we kijken. Dus elke avond, als ik dan pitten, dan pluk ik hem gewoon lekker aan de headset layer. Geen idee trouwens hoe lang die meegaat. Ik zal anders wel comment pinnen hier beneden in de comment dat ik een week later, dat ik hem nu een week heb gebruikt. En hoe lang die meegaat, dus check de comment sowieso. Vergeet trouwens niet allemaal te liken en te abonneren, dat zou ik super waarderen. Ik ga hem nu even in de layer doen, of ja, in de layer gewoon in mijn PC doen. En kijken hoe die laat, kijken, misschien geeft het wel gekke lichtjes, je weet het niet. Oh shit jongens, oh shit. Oké, hij wordt dus groen als hij laat. Ik weet niet of je het goed ziet, maar... Oké, mijn headset is echt te wit, maar je ziet dat hier, deze kant wordt steeds groen. En ik zie het ook, mijn headset is aan het charge. Ik ga meteen kijken met de Logitech app of ik kan zien of het nu aan het charge is. Want ik heb natuurlijk al Logitech accessoires, zoals mijn Logitech headset inderdaad. Webcam, dus ik ga even kijken bij de Logitech hub of die al gelijk in de hub zit en of die al meteen wordt aangegeven. Neem je gelijk even mee. Boom. Mooi kanaal trouwens. Ben je nog niet geabonneerd? Even like en abonneer jongens. Dat zou ik super erg willen. Logitech G-Hub. Ga even kijken of die meteen al er is. Nee, nog niet. Maar ik kreeg net wel een melding. Dus even kijken. Hij is nog niet geconnect. Dat is trouwens ook gewoon waar. Want ik moet eerst mijn USB-kabels erin doen. Wat ik overigens nu even snel ga doen. Geen idee of de headset nu al full charge is. Maar dat ga ik nu even uittesten. Heet. We hebben hem gemaakt. Inactief. Wordt het apparaat niet geactiveerd? Het apparaat mogelijk automatisch uitschakeld voor mijn apparaat. Oké, we gaan even kijken of die... Moet ik hem hier aan doen? Yes! Installeren 52%, dat is heerlijk. Ik ga even nog één keer laten zien hoe ik hem aan heb gedaan. Hieronder, naast waar je de headset laat, is een aanknop. Die moet je ingedrukt houden. Niet in één keer aan, geen idee, maar ik heb net gewoon ingedrukt en het ging er vanzelf. Het headset heeft één RGB-lijntje. En ik ga even de muziek testen. Song doen, laat even lekker bas. Lekker bas nummertje aan. Geef er nu een nummertje in 3, 2. Schijt aan al die gehaald die me willen nu. Pak al die kerk, broertje. Ik vind het een lekker basje. Zo ook de headset dus lekker geïnstalleerd. Hopelijk is mijn audio trouwens goed. Ik heb nu zie dat ik 12 minuten aan het filmen was. In ieder geval, dit is dus mijn Logitech G733. Hij zit fucking lekker. Ik zou dus nogmaals wel even pinnen hoe lang die precies meegaat. Ik ga nu snel weer even de headset in de lader doen. Want hij is natuurlijk niet full charge uit de box gekomen. Dus ik moet nog even gaan laden. Ik zie nu dat hij alweer 40% is. In ieder geval, fucking chill. Ik kan gewoon met mijn headset gewoon overal naartoe lopen waar ik wil. Geen idee of ik ermee naar de wc kan. Laten we even gaan testen. Als ik dit hoor in de wc, dan weet ik dat het een goede headset is. Ai. Ik ga nu lekker naar de wc, kijk of het wordt. Zo niet dat ik kom, maar ik ga. Zet het zo die volgens mij zet het. Oké, ik was net aan het plassen en ik hoorde wel duidelijk de muziek nog. Dus dat is lekker. Als jouw vraag was, kan ik pissen met deze headset? Oh ja, zeker wel, dat kan. Dit is trouwens de microfoonkwaliteit van de Logitech microfoon. Doe ermee wat je wil. Nu weet je wat de kwaliteit is. Geef je mijn dingen zelf maar over. Dit was mijn headset review van de Logitech J733. Ik zou zeggen, als je hem leuk vindt, vergeet allemaal niet te liken en te abonneren. Als je hem ook wil kopen, snap ik zeker, want hij zit fucking lekker. En de bas is ook wel goed toe je. Ik ga nu even van deze headset genieten. Ik ga hem gewoon even lekker editen. Waarschijnlijk als je deze video ziet, ben ik live. Want misschien moet ik wel in quarantaine. Zie je allemaal later nog wel. Het is nu coronatime, geen neem meer. Deze video kijkt, misschien zie je deze video in 2030. I don't fucking know. In ieder geval, het is nu 2022, net geworden. En leven moet waarschijnlijk aan het einde. Dus dat betekent dat leven vooral live is op YouTube. Vergeet om niet te abonneren, vergeet om niet te liken. En ik ga deze video nu even editen. En dat is trouwens een leugen. Ik ga hem morgen editen, want ik ga zo meteen lekker live deze headset showen. Dus ik hoop dat ik jullie goed heb geïnformeerd over deze headset. Nogmaals, vergeet om niet te abonneren en te liken. Zou super erg waarderen. En hopelijk zie ik jullie vaak op mijn kanaal. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tjalas. Ho! Voordat ik de video ga afsluiten, kan nog gezegd dat ik hierover iets wil zeggen. Deze headset ga ik giveaway bij 4K abonnees. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Geen idee of je hem wil, maar...
Deze headset heeft zeg maar mijn YouTube kanaal gemaakt, dus hij heeft een beetje een emotionele waarde. Maar niet zo emotioneel dat ik hem wil houden. Dus als je hier van geniet, abonneer, like en ja, ik maak vanzelf van een volgende video waar ik deze ga. Giveaway. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken nogmaals en dan hoef ik nog maar één ding te zeggen en dat is dikke vette tjala's. Baby, zeg roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij